Mama! Ja? Kom eens, ik heb je nodig voor video. Nee. Ja, kom. Ja. Kom. Ik ga niks zeggen hoor. Hè? Ik ga niks zeggen hoor. Jawel, ik heb wel. Nou, zeg het eens. Oké, dus. De laatste tijd krijg ik hele rare DM's. En jij moet ze voorlezen. Ja. En ja, je moet zeggen, je moet je mening erop zeggen. Je moet zeggen wat je ervan vindt van mijn DM's dat ik de laatste tijd krijg. Ja? Nou. Ben je er klaar voor? Ja. Eén ding, ik bliep elke vies woordje, of hoe je dat zegt, elk woordje wat niet goed is, bliep ik eruit voor mijn 10-jarige kijkers. Nou, hoef niet te bliepen. Tuurlijk wel. Als, die ook, als het gaat over... Nope, nope. Trouwens, ik heb ook elke DM anoniem gemaakt. Dus wil je nou leuke DM's naar mij sturen, zoals dit? Mijn Instagram is steve.vechten_official. Mag je alles sturen wat je wil? Ik vind dat juist leuk. En dan maken we deel 2. Ja? En dan wordt het een serie mijn moeder reageert op mijn DM. Ja? Oké, de allereerste DM. Nou, lees maar hard op. Lekkere vriendin heb je. Nou. Nou, dat ze lekker is. Ja, vind je mijn vriendin lekker? Nee, het is een lief meisje. Ja, vind je haar lekker? Ja. Zou je ja, lekker? Nee, kom op. Nee, niet op die manier. Speel je nog Fortnite? Fortnite. Ja, dat snap ik. Ja, maar ik speel geen Fortnite. Huh? Ik weet het, volgens mij niet zoveel meer. Nee, ik speel volgens geen mij is het een kakspel geworden. Nou, dat kan toch niet? Jawel, ik speel het niet meer. Hé, hey, je bent echt super knap en je hebt echt de mooiste ogen van de wereld. Je hebt echt super leuke humor. Die mooie ogen, die zijn natuurlijk van mij. Dat hoor, joh. En die humor heb je natuurlijk ook van mij. Oh, ja. Niet van papa. Nee, die heb ik van jou. En je bent super knap. Nou, die heb ik niet van jou. Maak een parodie op Guus kom naar Huus. Nou, bedenk er wat op. Bedenk wat op een liedje. Nee, jij. Nee, jij. Ik? Ja, jij leest het op. Dus... Steven, kom naar huis, want het eten... Het staat op tafel. Steven, kom naar huis, want het eten staat op tafel. Ruim je kamer op, want het is een rotzooi. Ja! Ah, het is weer zo een. Wat ben jij knap, zeg. Poeh. Dankjewel. Dankjewel. Hoezo wil je niet huilen op het beeld? Want jij kan er ook niks aan doen. Wees jezelf, PS. Wat boeit mij het dat het mijn 9 maanden geleden is. Je bent de beste. Love you. Wat vind jij ervan dat ik niet wil huilen op camera? Ja, want ik ben straight man. Man, laat een emotie niet zien. Nou, het begint met knappert. Ai. En dan is het hoofdje met die hartjes in de ogen. Ja. En dan zegt diegene, ik heb een weddenschap met vriendinnen als ik de... 3000 volgers krijgen, geven ze me 100 euro. Dus zou je me misschien een shout-out geven? Ik zal er echt alles voor doen als je wil. Echt alles? Voor die shout-out? Nou, hè, dat moet er maar, hè, of niet? Ja, weet je, als ze echt alles wil doen. Als ze echt alles wil doen, nou, dan weet ik dan wel wat. Wat dan? Dan mag ze wel een keer komen. Raam wassen. Maar dan als zij gewoon ons hele huis van dag opmaken en dan geven wij een shout-out. Gold diggers! Wat vind je van gold diggers, man? Gold diggers? Ja. Moet je dat van, ik weet dus wat het is, want ja. Het is dat zijn dan? Meisjes die achter rijke mannen naar gaan. Die moet ik helemaal lachen. Val je op mannen? Zo ja, mijn adres. Hij heeft in ieder geval ideeën wat hij zou willen doen met wat jou. Wat zeg, nee. Zeg. Jawel, zeg, wat staat er? Wat staat er? In ieder geval kan je niet meer lopen naar die tijd. Oh, lekker. Waarom wonen er niet zulke leuke jongens als jou in mijn dorp? Ik zal je echt meteen doen. Nou, dat is dan niet zo moeilijk. Waarom komt hij hier? Dan moet hij hier gewoon wonen. Waarom komt hij hier niet heen? Ja. Als hij ook lekker is, ja. OMG. Oh, nee, OMG. Ben je in Groningen? Kom naar Grote Markt. Dat staat daar. Sorry. Mag ik een nee, die op de grote buik? Ja, gewoon. Ik zie mijn lopen en die denk van ei. Auw! Ah, vind je dat van? Wat dit met naam gestuurd? Zie je dat? Wie dat doet? Ja, ik kan gewoon. Haar profiel staat ook open, dus ik kan gewoon. Ik heb van haar profiel gezien. Kijk gewoon van ei. Zo ziet ze eruit. En toen keek ik op de grote markt en zag ik haar staan. Nee! Ja? En toen dacht ik. Toen had je contact? Natuurlijk niet, ik dacht ga weg. Dan zie ik jou met je leuke koppie. Volgende week weer bij een nieuwe video. En dan wil ik jou bedanken, mevrouw. Ik stuur je straks een tikkie dat je mee mag doen met mijn video, maar dat kost natuurlijk geld. En dan. Nee!
Het kost jouw geld. Vriend?